much about history. Don't know much about... We zijn hier vandaag bijeen om het programma History Matters voor te bereiden met de studenten. In deze aflevering gaan we het hebben over de beginperiode van de VOC. En dan heel specifiek gericht op de Oost. Dus wat de VOC in de Oost in Azië gedaan heeft. Ik heb een beetje een beeld, maar niet een heel uitgebreid beeld. Vooral wat we op school hebben geleerd, Indonesië, Japan. En dat is hem, Zuid-Afrika ook, denk ik. Maar dat is hem ongeveer, ja. Ik heb een bepaald beeld van de VOC. Ik weet namelijk dat ze wel sowieso in, toen Oost-Indië zijn geweest. Ik heb net geleerd dat ze ook in Taiwan zijn geweest. Batna, omdat daar zo veel mensen zijn onthoofd. Volgens mij ook de Nederlanders. Zuid-Afrika. En volgens mij ook Suriname, maar dat weet ik niet zeker. Nee, ik wist er eerst helemaal niks van af, maar ik heb het vroeger dus gehad op de... Was het middelbare school? Ja, middelbare school. De VOC was... de Verenigde Oost-Indische Compagnie, daar staat het voor. En dat was eigenlijk een soort handelsmaatschappij, een bedrijf opgericht om handel te drijven, internationaal. Maar handel drijven in de breedste zin van het woord. Dus het ging ze niet alleen om goederen zoals specerijen, maar er werd ook handel gedreven in mensen. Het is belangrijk dat mensen dit weten, omdat... de VOC een grote impact heeft gehad op de dag van vandaag. En de vorming van Nederland en andere gebieden. Het is belangrijk dat niet alleen de studenten, maar eigenlijk heel Rotterdam en Nederland weten dat de VOC ook in de Oost, ook in Azië, aan mensenhandel deed, aan slavernij. Sterker nog, dat is waar het zaadje geplant is. Dat was nog veel groter dan de Atlantische slavernij. En dat weten veel mensen niet. Wanneer je denkt aan slavernij, denk je vaak aan Afrika, Amerika, de rol van Spanje en Portugal daarin. Maar dat de Republiek in feite dus ook in de Oost mensen tot slaaf heeft gemaakt en daar handel in dreef. Dat is toch wel een beetje een onderbelicht onderdeel van de geschiedenis. Vandaag geleerd dat de VOC in veel meer plekken is geweest dan dat ik in eerste instantie dacht. Ik heb geleerd dat zij ook in heel veel plekken zijn geweest waarbij we vandaag de dag eigenlijk daar niet over na zouden denken. Bijvoorbeeld de Midden-Oosten. Ik heb ook geleerd dat het eigenlijk heel complexer is dan dat wij op school leren. En dat vond ik ook wel best interessant. Dat verrijkt jouw kennis alleen maar. Dus ik vind dat heel erg belangrijk, ja. Helaas weet ik er niet heel veel vanaf, maar... Ja. Je werkt eraan. Mm-hmm. Oké. Okay.